Na 10 dagen vakantie ben ik weer terug van weg geweest. En toen ik vandaag de nieuwsberichten en de chart weer opende, vielen mij een aantal dingen op die ik graag met je wil bespreken. Denk aan de Bitcoin, de paniek die wel voorbij is, MicroStrategy die weer een enorm kapitaal beschikbaar heeft gesteld om te investeren, scammers, Cardano en XRP die ik ga bespreken in deze video. Kortom, een video die je niet wil missen, dus kijk hem even af. Hey, tof dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Corné en voor als je nieuw bent op dit kanaal, deel ik alles omtrent cryptocurrencies, geld verdienen met crypto, traden, nieuws over crypto. Letterlijk dus alles, dus als je dat tof vindt, klik even op die abonneerknop. En ik vind het vervelend om altijd te vragen, maar like de video ook even, daar help je mij en mijn kanaal ook ontzettend mee. Wil je nou starten met cryptocurrencies, investeren in crypto, traden, wat dan ook? Check mijn Kryptonite cursus, die is nu nog voor €497. Deze zomer ga ik hem helemaal vernieuwen, nieuwe content aan toevoegen en dan gaat de prijs verdubbeld worden. Dus mocht je daar gebruik van willen maken, want huidige leden krijgen gratis een upgrade, kun je nu dus nog voor de helft van de prijs starten. Verder vind je ook nog een aantal gratis dingetjes in de beschrijving, dus neem daar zeker even een kijkje. Eén laatste dingetje, volg je mij nog niet op Instagram, doe dat dan eventjes, @cornemarchand, en ook daar vind je een linkje van in de beschrijving. Ik wil eerst eens beginnen met een klein bijzonder dingetje. En ik heb het al eens aangehaald op mijn Instagram, vorige week geloof ik. Dat is toen de Bitcoin op een prijs van, wat was het, $64.000 stond, echt op zijn high gewoon. Nou, zeg $65.000. Was iedereen geïnteresseerd in crypto? Iedereen was geïnteresseerd in Bitcoin. Iedereen wilde het graag kopen en hebben en was er helemaal mee bezig. En vervolgens krijgt de Bitcoin en de rest van de markt een correctie van zo'n 60%, 50-60%. En ineens hoor je niemand er meer over. Natuurlijk niet niemand. Er zijn nog mensen mee bezig. Maar als je kijkt naar de views op mijn kanaal, als je kijkt naar mensen die ik in mijn omgeving erover hoor, naar mensen die de cursus kopen of geïnteresseerd zijn of in de Discord, etc. Gewoon aan alles merk ik dat de interesse erin veel minder is. Terwijl dit juist de tijden zijn waar je dus goedkoop deze crypto in kan kopen. En waarin het heel interessant is om juist bezig te zijn met cryptocurrencies. Dus als jij nu nog naar deze video's kijkt, credits naar jou, geef een like aan die video, laat even weten dat je er nog bent. Plaats ook even een reactie als je dit soort video's nog tof vindt. Ik vind het sowieso leuk om even te interacten. Heb ik vorige video's dus niet gedaan omdat ik eventjes gewoon offline was een aantal dagen. En zoals je kan zien aan de chart is dat niet heel erg geweest, want het is niet echt spannend geweest deze tijden. En we duiken daarom, klein bruggetje, gelijk de Bitcoin chart in. Je ziet dat het vrij saai is geweest. Hij is niet uitgebroken uit de driehoek die we getekend hebben, die je bij andere YouTubers vaak ook waarschijnlijk wel hebt gezien. Hij ligt nog steeds onder de indicatoren, wat initieert dat een bear market of een bear market, sorry voor de mensen die weer gaan zeuren over dat ik bear market zeg. De bear market kan gaan aanbreken, maar nog steeds denk ik dat het niet gaat gebeuren. Zeker niet omdat Bitcoin nu weer wel heeft gepumpt. Dit was op 13 juni, is hij toch een aardig stukje weer omhoog gegaan. En nu is hij weer aan het consolideren. Klaarmaken om verder te gaan naar boven of naar beneden. Nogmaals, niemand lijkt het te weten. Dat kan ook niet. Dus ik kan je daar verder ook niks over vertellen. Het is echt zien wat er momenteel gaat gebeuren. En het blijft best wel spannend eigenlijk voor iedereen. Als je ook gaat kijken naar andere kanalen, nieuwsberichten. Voorspellingen zijn veel fout. Dus daarom zeg ik ook, pas op met traden. Niet met investeren. Investeren kun je lekker doen op de DCA-strategie. Gewoon dollar cost averaging. Periodiek inkopen, zeker in deze tijden, nu de Bitcoin dus laag staat, ga je later veel van profiteren. Maar zeker met het traden, dus korte termijn en met leverage traden, pas daar gewoon echt mee op. Want de Bitcoin kan momenteel alle kanten op gaan en heeft nog geen kant gekozen. Nog altijd niet. En dat merk je ook aan de rest van de altcoins. Het is een beetje een saaie markt en daardoor hoor je waarschijnlijk ook veel minder mensen over crypto. Omdat als die prijzen flink gaan stijgen, willen mensen ook instappen. Komt die FOMO en die FUD, FUD niet. Dan komt die FOMO weer tevoorschijn. Willen mensen graag instappen, graag meepakken. En dat heb je nu gewoon niet. Het is gewoon super saai. Goed, ik ga door met in ieder geval dit nieuwsbericht. Grote paniek, Bitcoin ligt achter ons, markt kan weer stijgen. Is van nieuws.btcdirect.eu. De meeste paniek op de Bitcoin-markt ligt achter ons en de uitverkoop is zo goed als voorbij.
aldus Dan Moorhead van Pantera Capital. Nou, de uitverkoop is nog altijd wel aanwezig, want nog steeds denk ik dat $37,000, $38,000 een koopje is voor de Bitcoin als we de chart van Plan B erbij gaan pakken en dus het stock to flow model. Waarin de Bitcoin dus steeds hoger gaat worden met de halvings en de schaarste die gecreëerd wordt op de markt. En dus dat die Bitcoin naar $1 miljoen in de toekomst en misschien nog wel meer kan gaan. Met dat in gedachten is dit dus een koopje. Alright, hier zien we ook, jaarlijks rendement is goed. Ook zegt Moorhead dat de jaar op jaar rendement niet aangeeft dat de Bitcoin overgewaardeerd is. Het jaar op jaar rendement ging nooit letterlijk van de kaart zoals in eerdere pieken. Het wordt momenteel verhandeld tegen 281% op jaarbasis. Wat volkomen aannemelijk lijkt gezien het geld dat in die periode is bijgedrukt. China speelt elke boer dan het spelletje mee. En dat is natuurlijk ook een mooie waar mensen weer bang om werden om het nieuws van China. Als je er net in zit, heb je daar ook geen weet van. Dus dat moet je eventjes weten. Dus waarschijnlijk volgende boer dan hecht je er al minder waarde aan. Een van deze gebeurtenissen noemt hij China. Toch blijft het vreemd. Hij heeft vreemd vinden dat de markt hier zo gevoelig voor is. China roept elke boeran wel iets negatiefs over Bitcoin. Oké, laten we het laatste China verboden Bitcoin ding met een bredere lens bekijken. Het voelt alsof we die film ook al eerder hebben gezien. Hij noemt 8 afzonderlijke incidenten op gedurende evenveel jaren waarin China Bitcoin heeft verboden of hard heeft opgetreden tegen de industrie. Gevolgd door een grafiek met de enorme winsten die Bitcoin daarna heeft gemaakt. En je ziet hier ook wat andere bedrijven voor winst hebben gemaakt nadat China het geband heeft. Twitter 4,5%, Facebook 14%, etcetera, etcetera. Bitcoin 798% na het bericht van de ban in de bullrun van 2017. Dus dit kan alleen maar positief gaan zijn voor de Bitcoin. Elk nieuws dat aan de Bitcoin besteed wordt, zorgt ervoor dat die Bitcoin uiteindelijk ook meer waard gaat worden. Amerikaanse belastingen, dit is ook een mooie om te weten voor als je nieuw bent in de cryptowereld. Moorhead noemt nog 2 redenen. De tweede is Elon Musk en zijn invloed op de markten, dat hebben we allemaal gezien. Daar hebben we ook genoeg over geschreven en is nu niet meer de moeite waard om bij stil te staan, mee eens. De derde reden kan voor veel nieuwe investeerders uit Nederland onbekend zijn, namelijk Belastingdag in Amerika, Tax Day. Traditioneel beïnvloedt dit alle markten omdat beleggers een deel van hun bezit verkopen om geld bijeen te sprokkelen voor de belastingaanslag. Dus om weer belasting te doen hebben ze geld nodig, verkopen ze crypto en daardoor zie je de koersen zakken. Vorige Tax Day cycli hebben 7 dagen voor Tax Day een lokaal dieptepunt bereikt. En dat is dan ook enorm logisch gezien wat in het geschreven is. Dat is ongeveer hoe lang het duurt om je geld van een beurs bij je bank te krijgen. Na de 2 vorige grote bullruns in 2013 en 2017 piekte Bitcoin 4 maanden voor Tax Day en bereikte een dieptepunt ongeveer een week voor belastingdag, dus voor die Tax Day. Deze viel vanwege de presidentsverkiezingen en COVID dit jaar op 17 mei. De Bitcoin-koers daalde hard en danste zelfs even boven de $30,000, 2 dagen na de Amerikaanse belastingdag. Slechts 9 dagen buiten het historisch gemiddelde en binnen de periode die intuïtief logisch is, hij heeft het hieronder in overzicht gegoten. Nou, het is dus interessant inderdaad wat hier ook staat om dit soort rapporten erbij te halen, maar neem het met de korrel zout, want iedereen heeft wel weer ergens baat mee. Dus geloof niet alles zomaar wat je leest, wat je ziet, wat je hoort. Blijf dat onderzoek zelf doen en blijf dingen ook nogmaals controleren. Super belangrijk, maar in ieder geval zijn dat een aantal redenen waarom die Bitcoin dus is gaan dippen. Waarom de hele markt is gaan dippen en dat eigenlijk vrij normaal en gezond nog steeds is. Dus ik ben ook nog steeds van mening dat de bullrun nog niet voorbij is en dat we daar nog mee doorgaan. Ander mooi bericht, MicroStrategy heeft eerst 500 miljoen in Bitcoin gekocht. En nu zijn ze manieren aan het exploren om 1 biljoen, dus 1 miljard, is dat aan dollars in Bitcoin nog te gaan stoppen. MicroStrategy, de software intelligence firm that has acquired, dat is van Michael Saylor, is er wellicht niet onbekend. More than 92.000 Bitcoin under CEO Michael Saylor is considering offering up to 1 billion of stock to buy more Bitcoin. Immediately following a successful 500 million bond sale for the same purpose. Dus dat MicroStrategy is echt out there te laten zien dat ze ontzettend veel bitcoins kopen. Net als Michael Saylor, dat hij er enorm vertrouwen in heeft. Volg je hem nog niet bijvoorbeeld op Twitter? Doe dat zeker, want hij is continu elke dag bezig met bitcoin en tweeten over de markt.
According to a prospect filed with the US Securities and Exchange Commission, MicroStrategy has entered into an agreement with investment banking company Jefferies Group Potential Offer. Dus ze zetten aandelen beschikbaar om gekocht te worden, zodat ze weer geld binnen kunnen halen. 1 miljard, om wel precies te zijn. En waarvoor? Use the net proceeds from this offering for general corporate purposes, including the acquisition of Bitcoin. Dus met die aandelen die ze dan verkopen van hun bedrijf, willen ze weer Bitcoin kopen. Nog een bericht dat ik je wilde laten zien. En dat is eventjes tussendoor en dit is een hele belangrijke. Scammers are now sending Ledger users fake hardware wallets. Dus er zijn nu scammers die maken, die kopen hardware wallets. Die pakken ze zelf in en het lijkt compleet op echte hardware wallets. En er staat dan een briefje bij, waarin ze zeggen: need to replace your existing hardware wallet to secure your funds. This is a scam, the Ledger Nano is fake. Dus als je er al een hebt, want het komt door een datalek bij Ledger, hebben ze je gegevens, weten ze wie een Ledger hebben, sturen ze sommige mensen dus een nieuwe Ledger op met de brief erbij: je moet deze Ledger gaan gebruiken, want je andere klopt niet meer en zo hou je spullen veilig. Ik zag dat in Nederland ook al een aantal mensen dit hadden gehad. Dus pas op, als je een Ledger hebt, dat is gewoon de juiste Ledger die je hebt. Gewoon blijven gebruiken en een nieuwe Ledger die je zomaar ontvangt, zonder zelf te kopen, direct weggooien en dus niks mee doen. A flash drive with a fake Ledger app is connected to the circuit board and instructions enclosed with the device. Tell the recipient to plug in the wallet and run the malicious file to initialize the device. The user is then asked for their 24-word recovery phrase. Dus dan krijgen ze jouw woorden als je die daar invult in die nep ledger. That phrase could then be used to generate the wallet's private keys, letting the scammer import a wallet and access the funds. Dus pas ermee op, je eigen wallet is gewoon de juiste wallet en ze gaan jou nooit zomaar een wallet opsturen. Goed, deze berichten eventjes verwijderen. Cardano, veel mensen vroegen naar nieuws over Cardano. Nou, dat is sowieso de Alonzo update die er aankomt, de hard fork. Smart contract launch, wanneer is dat precies? Nou, hier staat voor 30 september. Op Reddit vinden we dit. Juni, 28 juni is de last Monday in Q2. En Joseph Goguen is onderdeel van de Goguen mainnet. Is jarig op 28 juni en dat is toevallig ook de laatste maandag van Q2. Dus het is een goede gok dat hij dan ergens online komt. Dus het zou van nu over 10 dagen dus zijn dat een nieuwe update online komt. Waardoor Cardano dus een kleine of een grote boost zou kunnen gaan krijgen. Als we ook gaan kijken naar de Cardano chart, dan zien we eigenlijk dat hij aan het consolideren is. Ook hier dat hij een mooie symmetrische driehoek nu aan het maken is. Als we hem via de lagere toppen tekenen en via de closing prices zoals je hier kan zien. Zou het dus kunnen zijn dat hij met die nieuwe update ook ergens over 10 dagen hier mooi precies gaat uitbreken naar de bovenkant. Wat is dan een mooi prijstarget om te tekenen? Dan kunnen we zeggen van hier tot, nou wat is het? Ongeveer, even kijken, ik had die lijn hierin moeten tekenen. Een prijstarget zou kunnen zijn dan recht krijgen, zo. Als hij hier uitbreekt, een prijstarget naar boven van ongeveer naar, nou, dus naar de nieuwe of naar de vorige all-time high. Dus dat is 2,5 waar hij naartoe kan uitbreken en dat is zeker mogelijk met die nieuwe update op de korte termijn. Dus breekt hij naar beneden uit, zelfde prijstarget, maar het lijkt me sterk dat Cardano zover zal gaan zakken. Hoeft niet uit te breken naar boven naar beneden. Net zoals je hebt gezien bij de Bitcoin. Het kan ook zijn dat hij zijwaarts blijft treden. Misschien een aantal fake-outs geeft. Maar met de Bitcoin die wel door gaat stijgen naar boven. Zoals hij eigenlijk nu al mee bezig is. Zal hij de Cardano ook mee gaan trekken. En zal Cardano ook die move naar boven gaan zien. Met het nieuws wat uitkomt. Met dit mooie patroon om te treden. Ziet het er goed uit voor Cardano. Nog een laatste bericht dat ik met je wilde delen. Gaat over XRP. Kleine overwinning nogmaals van XRP in de, van een Ripple in een rechtszaak met het SEC. Namelijk dat de verzoek van het SEC is afgewezen inzage transacties XRP. Hier staat dus tijd voor een update over de rechtszaak van Ripple. De laatste ontwikkeling is dat een rechter een verzoek van de Securities and Exchange Commission, het SEC dus, heeft afgewezen. De SEC wilde namelijk inzage in alle XRP transacties van Ripple van na december 2020 toen de rechtszaak officieel aangespannen werd. Nou, dit is dus niet geaccepteerd. Dus het SEC is afgewezen en dit is dus weer een kleine overwinning voor XRP. En het lijkt er dus op dat
XRP steeds meer, of Ripple moet ik zeggen, steeds meer overwinningen aan het boeken is. En dat die rechtszaak die kant op uit gaat vallen. Nogmaals, die rechtszaak is nog bezig. Er kan van alles gebeuren. Net als in de crypto wereld ook van alles kan gebeuren. Door bijvoorbeeld een tweetje van Elon of wat voor nieuws dan ook. Dus ga hier niet van uit dat Ripple hierdoor de rechtszaak wint. Of dat met elk kleine overwinningtje de rechtszaak naar Ripple gaat uitvallen. Het kan net zo goed de andere kant op gaan. Maar ik vind het de gok waard om toch in Ripple te blijven investeren. Want ik denk ook als Ripple die rechtszaak straks wint. Dat de prijs die eigenlijk laag is gehouden hierdoor. Terwijl Ethereum en Bitcoin zijn gaan vlammen. Dat die koers van XRP ook echt door het dak gaat schieten. En zeker wel keer 5 of misschien wel keer 10 kan gaan op hele korte termijn. Dat gezegd hebbende ga ik de video afsluiten, anders gaat die te lang duren. Hopelijk heb je genoten van deze video, heb je er wat info uitgehaald. Als dat zo is, klik eventjes op die like knop. Deel de video even met vrienden en familie en laat ook even een reactie achter. Als je ideeën hebt voor volgende video's, gewoon even wat wil zeggen. Let me know, ik ga de reacties ook eventjes lezen als de video net online staat. En ook reageren op jullie. Bedankt voor het kijken en ik zie je de volgende. Adios.